vertel even wie je bent. Ik ben Klaas Kopinga en ik ben voorzitter van Meetin. Wat is het verhaal dat je zou willen vertellen? Ik wil eigenlijk vertellen wat mij boeit als ik kijk in Meetin en daar regelmatig een bezoek breng. En wat wil je daar dan over vertellen? Dat ik daar mensen tegenkom. En als je gewoon wil dat ik het even vertel, zal ik je het uitleggen wat daar zo mooi aan is. En wat me trekt en wat me raakt. Want ik kom daar regelmatig en wat ik dan zie is dat daar bijvoorbeeld op een middag, aan het eind van de middag, lopen daar twee mannen binnen. Die hebben hun werk gedaan en die komen bij Meetin, gaan naar de bar zitten, drinken een kopje thee, nemen de dag even door en gaan dan raken met de vrijwilliger in gesprek die achter de bar staat en hebben gewoon een goed gesprek. Dat zie je aan ze. Ze staan weer op, gaan naar huis en blijken allebei een eigen huis te hebben. Daar gaan ze dan ook naartoe. We hebben even een leuke ontmoeting gehad. Ik denk, wat mooi. Vervolgens heb ik een paar vrouwen gesproken daar. Die zeggen, weet je waar ik blij mee ben? Wij eten regelmatig in Meetin. En dat betekent dat ik mensen tegenkom die een stukje met me meeleven. Dat is belangrijk voor mij. Want daardoor hoor ik verhalen, kan mijn eigen verhaal kwijt. En kom mensen tegen die tijd en aandacht hebben. En eigenlijk, omdat ik hier al wat langer ben, zijn die mensen wel een beetje familie en vrienden van mij geworden. Wat levert dat op? Wat is het resultaat? Het resultaat is dat mensen tegen mij vertellen, als ik daar kom, van doordat ik regelmatig in Meetin kom, wordt mijn wereld leuker, spannender en gezelliger. Ik heb mensen om me heen. Ik ben minder alleen. En dat betekent ook dat ik meer de dingen doe die bij mij passen en die ik wil. Want ik merk als ik alleen ben, dan doe ik dingen die ik eigenlijk niet wil. En dan wordt mijn leven eigenlijk steeds minder zinvol. En daar leid ik aan. Hoe krijg je die mensen binnen in Meetin? Hoe krijg je die mensen binnen? Door hier mijn verhaal te gaan vertellen, maar door het mensen vooral aan elkaar gaan vertellen. Elkaar meenemen, want we maken helemaal niet zoveel reclame. Maar je ziet dat mensen elkaar meenemen. En als je kijkt, een jaar of vijf geleden kwam ik er ook wel eens. En er was er misschien maar de helft van het aantal mensen wat er tegenwoordig is. Omdat je ziet dat mensen plekken missen waar aandacht is. Mensen die soms hulpverlening hebben of aandacht kregen van anderen, wat niet meer bestaat. En je ziet dat mensen elkaar meenemen. Het wordt er drukker, het wordt er ook gezelliger. Wij zijn er blij mee, want daarom bestaan we. Dus door Meetin krijgen mensen aandacht? Door Meetin krijgen mensen aandacht, zeker. En een ander voorbeeld wat ik je nog wel wil vertellen, wat een heel andere doelgroep is, of een groep is die we de laatste tijd zien, zijn mensen die in een ander land en met een andere taal zijn opgegroeid. Die mensen komen naar Nederland, hebben les gehad in de Nederlandse taal en zoeken dan een plek om te oefenen, want thuis wordt vaak geen Nederlands gesproken. Een paar van hen hebben zich aangemeld als vrijwilliger bij Meetin en helpen op die manier ook mee. En waar ik laatst verrast door was, is dat mensen bij elkaar zijn gaan zitten in verschillende groepjes en doen dat regelmatig om elkaar te helpen om in die taal te ondersteunen. En toen ik onlangs bij zo'n groepje aanschoof, keek om me heen en bleek dat er mensen uit 5 taalgebieden bij elkaar zaten. Wat ze aan het doen waren, was dat één de vraag stelde en die zei, wat ik nou niet begrijp, hè, dat jullie hier in Nederland zeggen dat je op een tafel gaat staan en in een boom klimt. Ik begreep er niets van. En er raakte een heel erg mooi gesprek gaande. Mensen die allemaal probeerden Nederlands te praten, om dat uit te leggen en om die man te helpen. En op een gegeven moment werd het heel erg stil. En toen zag je die man kijken en denk, ik snap het. Nou kan ik dat woord ook gebruiken. Dat raakt me. Dan denk ik, zo elkaar op weg helpen, zo er voor een ander willen zijn. Mensen die dat gewoon met elkaar gaan doen, schitterend. Dus door samen te doen en samen te inspireren. Ja. Wat zou je graag willen? Wat zou ik willen? Om mensen te vertellen die zeggen van, hey, mijn leven, ik ben misschien een beetje meer alleen dan ik zou willen. En ik heb dat ook. Dat ik eigenlijk door anderen en met anderen mijn leven iets beter op de rit heb. Die zou ik willen uitnodigen. Kom naar Meetin. Kom aan de bar zitten. Doe met de biljarten mee. Of gebruik de computers die bij Meetin staan voor het internet of voor je e-mail. Of zoals anderen doen die daar een spelletje doen. De krant lezen. Een kopje thee drinken. Dat kan iedere dag. Van 3 tot 22:00. En dus blijf niet alleen, maar doe het samen. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.